Nou, er zaten complete skeletten in. Ja. En dus ja. Wat vindt u nou zo leuk hier aan deze boerderij? Hoe geef je dat nou goed aan? Ja, wij hebben daar een speciale techniek. Ik zie hier naast mijn collega, een omroeper, maar geen normaal. Ik zag een stoere jongen op een fiets. Ik dacht, jou moeten die fietsen vast zijn opgevallen. Vandaag zijn we in Koornwerd bij de Koornwerder Poldermolen. Wat een ontzettend grote pompoen. Ja. Hoe lang heeft dat geduurd dat hij zo groot was? Daar zijn we afgelopen maandag net begonnen met... En die draaien, dat noemen we dus drabbelen. Een prachtig podium, een beeldhouwcentrum. Wij ontdekten vandaag wat het precies te betekenen heeft en spraken de ontwerper. Het is een kunstpodium ontworpen door Hans Han Robbers. Hans Han woont ook hier in het dorp, dus het is ook fantastisch dat hij ook in dit opzicht iets voor zijn eigen dorp ook gemaakt heeft. Het is een bijzonder podium. En wat het bijzonder maakt en tot een kunstpodium maakt is de maat. Het is 5,5 meter breed, diep en hoog. En er zit een lichtstraat in noord-zuid gericht waarin spiegels hangen met een gekleurde glasplaat waardoor je aan de voorkant van het raamwerk continu een lichtspel krijgt van Mondriaanachtige vormen in kleur en licht. En je kunt er op een gegeven moment ook de tijd in aflezen. En de bedoeling van dit podium is, heeft toch als hoofdzaak, ja, hoe vergroot je ook de leefbaarheid van een dorp. Koudum kent ongelooflijk veel actieve mensen die allemaal op hun manier proberen de leefbaarheid van dit dorp te vergroten. Dus een dorpsbelang wilde heel graag een kunstpodium. En dat is er gekomen. Zijn jullie niet bang dat er jongeren hier allemaal graffiti op gaan spuiten en zo? Want dat zie je natuurlijk vaak op muren. Maar zijn jullie niet bang dat het hier ook op gebeurt? Nee, absoluut niet. We hebben zelfs met de jongeren heel veel overleg gehad. En ik heb ook met hun afgesproken dat we samen het podium ook wat gaan beschermen. En daarnaast is het bekend van de werken van Hans Han Robbers dat ze ook niet uitnodigen in de vorm tot dit soort activiteiten onder kladder of vernielingen. Dus ik heb geen enkele idee en ben er ook helemaal niet onrustig over dat hier iets mee gaat gebeuren. Dus dat is, nee, daar ben ik niet bezorgd om. En gaat hier nog wat gebeuren op dit podium of activiteiten? Nou, 26 september hebben we de opening, dus een groot feest hebben we over. En dan gaan we ook van start met alle activiteiten, programma's op dit podium. Wat misschien nog wel belangrijk is ook te vermelden is het ontstaan. Als ik dat nog even mag zeggen. Oh, ja, tuurlijk. Ontstaan van het podium. Ja. Jaren geleden is toen Koudum, het hele centrum werd vernieuwd. Er is daar 9 miljoen in geïnvesteerd. En de gemeente had echt veel behoefte om de Europa te bedanken, want daar was veel geld naartoe vanuit Europa hier in geïnvesteerd. En ze hadden zoiets, we willen wel iets moois doen naar Europa toe. Dankjewel, zeg eigenlijk. En daarvoor hadden ze geld beschikbaar gesteld. En daarvanuit is ook dit podium ook betaald en de provincie en fondsen. Oké, want en waarom heeft Europa zoveel geïnvesteerd dan in Koudum? Nou, het punt was dat je, kijk, je hebt natuurlijk ook, het gaat ook om de leefbaarheid voor dorpen. En natuurlijk ook die dorpen goed te houden en het goed te kunnen onderhouden. En het ook dat het ook leefbare dorpen blijven. Ja, kun je via Europa subsidie aanvragen. En de gemeente en provincie moeten dat ook samen doen. En ze hebben jarenlang bezig geweest om dat te realiseren. En uiteindelijk heeft het Koudum heel veel opgeleverd. Dus een prachtig dorp. Ja, wat mooi. Want ik geloof in 2006 is het... Wat was er in 2006? In 2006 hebben we de Europese Dorpsvernieuwingsprijs gekregen. Nou ja, dat zie je natuurlijk ook al aan. Dat er ongelooflijk veel geweldige ondernemers bezig zijn. Iedereen op zijn eigen manier om die leefbaarheid hier te vergroten. Want we weten natuurlijk wat er aankomt aan de leegloop in dorpen. En het gaat allemaal naar de stad trekken. En op deze manier laten we ook zien dat het ook anders kan. Ja, want u heeft hier een beeldhouwcentrum. En ja, heeft dat nog een rol gespeeld in die dorpsvernieuwing hier? Nou, Hans Han en ik zijn natuurlijk collega's. En we kenden elkaar wel. En wat mijn vraag wel was aan Dorpsbelang toen, als jullie dan een kunstpodium willen, mag het iets meer zijn dan anders? En waarin onderscheid je ten opzichte van andere kunstpodia's en ook van andere dorpen? Kijk, Koudum is gewoon geen waterdorp en zal het ook nooit worden. Maar je kunt op een gegeven moment wel kijken, hoe kunnen we op een andere manier toch kijken van hoe we ook de toerisme en alles hierheen kunnen blijven houden, blijven houden hier. Dus in die zin speelt
En dat kunst in een dorp belangrijk is, ja, dat kan ik natuurlijk vinden. Dat vinden heel veel mensen natuurlijk ook helemaal niet. En dat hoort ook zo. Ja, want dan hou je van sport, dan zit je in het hokje sport. Dan zit je in het hokje kunst, zit je in het hokje kunst. Weet je, dus we zitten altijd wat wel erg op onze eigen terreinen. En we weten niet altijd bruggen naar elkaar te slaan. Het is soms wat jammer. Ja. Dus er, ja, het trekt wel veel toerisme. Ja, we hebben de kunstroute zeker ook. Hè. Dat is prachtig ook elke keer weer. Mensen vragen er ook altijd naar, bellen ook uit Duitsland. Dus de kunstroute is al een heel geïntegreerd gebeuren hier altijd. We hebben nu ook een... We hebben nu natuurlijk nu het hele plein ook vol met hele kostbare beelden van Ko van der Ree. Dat is een kunstenaar die heeft 1200 werken gemaakt, is overleden. En zijn erfgenaam heeft gevraagd of ik zijn beelden hier wil exposeren. Er staan enorm veel bronzen beelden hier natuurlijk op het plein en in het centrum. In het beeldhouwcentrum zelf staan er ook. En ja, dat maakt natuurlijk toch dat kunst wat toch wel een eigen plek krijgt hier in Koudum. Ja. Mijn werk is al, of gaat al, denk ik, 30 jaar over de natuur, de vier elementen, aarde, vuur, lucht en water. Waarom boeit je dat nou zo? Omdat in een land als het onze zijn de zon en de wind en de lucht en eigenlijk elke dag anders. Als je dus een kunstwerk maakt waarin je dat kunt zien, waarin je zichtbaar maakt die veranderingen, dan maak je een werk wat voor iedereen eigenlijk op elk moment wel interessant is. Omdat je namelijk niet, stel je voor je maakt een beeld, moeder met kind. Dat ziet er altijd uit als moeder met kind. Maar als je dus werkt met de zon, of je werkt met de groei van bomen en van de natuur. Of je werkt met de wind die uit verschillende kanten komt. Dan maak je dus iets waarvan je van tevoren nooit weet wat het wordt. Dat is hier ook gebeurd. Het podium had gelukkig een hele goede positie ten opzichte van de omgeving, hè. Want de omgeving is er altijd eerst. En als je dan gebruik maakt, wilt maken van de zon, dan is het beste de as te kiezen noord-zuid. Dus de lichtstraat in het dak van het podium loopt noord-zuid. Als je dat doet, dan de zon doet elke dag hetzelfde, maar elke dag een beetje anders. Dus die komt op 21 december komt die op in het oosten, draait naar het zuiden en maakt dan een hele kleine hoek ten opzichte van de aarde. Dus de stralen van de zon komen bijna evenwijdig aan de aarde door de lichtstraat en laten wat er met het licht gebeurt zien op een matglazen plaat aan het eind van de lichtstraat. Dat in 21 december staat dus de zon het laagst. Dan gaat die klimmen, elke dag ietsjes hoger, tot 21 juni. Dan staat die op zijn hoogst. Dan gaat die weer terug, tot 21 december. Dat gebeurt dus jaar in, jaar uit, eeuw in, eeuw uit. Kortom, als je dat dus zichtbaar maakt, dan hou je dus, zoals ik net al zei, een kunstwerk, of in ieder geval een gebeurtenis, hoeft nog niet eens een kunstwerk te zijn, want een boom doet het eigenlijk ook al. Krijg je iets te zien dat je... Zo van, ik heb al, dat object zie ik al 2 jaar. En nu zie ik in één keer iets wat ik nog niet gezien heb. Nou, dat is fijn als je dat gebeurt. En dat vind je bij mensen ook heel, soms ken je iemand 2 jaar. En op een gegeven moment zie je dat die heel gelukkig is. Dat is alles anders eigenlijk. Ja. Nou, dus als je met de vier elementen werkt, heb je een grote kans dat je interessante... In de werkelijke betekenis van het woord objecten maakt, waarin de veranderingen van de vier elementen zichtbaar worden. Ik zal nog even zeggen, die vier elementen, dat is aarde, dat heeft te maken met de seizoenen en groei. Vuur, dat is de zon, die geeft licht. Licht is dus heel goed te gebruiken. Water is onze grote voedingsbron en spiegel van het licht. Kijk maar in Friesland, hè, overal zie je water. En dan uiteindelijk lucht. En lucht beweegt en dan heb je wind. Dat doet hij soms heel zachtjes. Dat doet hij soms heel hard. Soms komt hij van die kant, soms komt hij van de andere kant. En dan krijg je gewoon hele mooie dingen te zien. En hoe is dat bijvoorbeeld terug te zien in dit kunstwerk? De lichtstraat loopt noord-zuid. Die hij maakt een hoek, als ik het goed heb, van 20 graden met het podium. Als je het licht zichtbaar wilt maken, dan moet je ervoor zorgen dat het ergens op kan vallen. Dus als het op een dicht vlak valt,
dan zie je daar de projectie. Als het aan de andere kant op een dichtvlak valt, zie je niks. Als je dat van matglas maakt, dan heb je als het ware dat het licht en het kijken ontmoet elkaar op die matglazen plaat. Als je daar dus een, niet dus, als je daar een blauw plaatje voor hangt, wat hier het geval is, en je herinnert je dat verhaal van 21 december tot 21 maart, dan schijnt de zon iedere keer anders door dat blauwe plaatje, maar projecteert op de matglazen plaat. Je krijgt er dus elke dag een heel klein beetje andere projectie te zien dan de dag ervoor. Nou ja, wat bijzonder. En heeft u nog meer kunstwerk met dit idee gemaakt? Een stuk of 80. En die staan allemaal in Nederland? Die staan in Nederland, ja. Er staan inderdaad 80 kunstwerken. Ook gebouwen. Ik heb twee gebouwen gemaakt die werken allebei als zonnewijzer. Eigenlijk hetzelfde principe als hier. Maar dan heb je dus een gebouw in plaats van een podium.